See? Wat is dat met mijn boek te weten? Ze is dom. Als ik niet kon lezen, dan zal ik weten wat daar buiten aangaan. Ik woon nu met die huisie bij jou. Het is gewoon tomaties in die fruitsectie van die woordenboek. Maar proe hom. Proe hom net en proe net zijn vegetable. Die plaas huisie buiten, ik weet wie daar gebleven. Nou vraag ik voor jou.
Hoekom het hulle die damn ding so geconfuse? Luister, so kan jy net vir my vertel van die plaas huis hier buite? Geconfuse net op hierdie kalle. Want die wit huis, wat daarvan? Vita gebly. As lig vrou. En weggeloop as hy bly die boeke waarmee sy altyd besig was. Oeh, met die trein. Wat is jy so nieuwsgierig? Huh? Sien jy nog 'n kans om hier weg te kom? Waar toe sy gegaan? Jy weet nie waar om te gaan nie. Had jy nog hy onder eet? Sy moes toch iewers heen wees. Het jy die boek van die circus vir my? Die wat? Die circus. Dis daar, rak S005. Ek kan nie daar bykom nie. Speel jy nie eerder met die pop nie? Elke dag is precies diezelfde. Mama! Lees die rakkenboeken. Mama! Maar is alles niet gedrukte ink op papier. Het is al.
not such a problem. But we have many agreements that make us suffer, that make us fail in life. If you want to live a life of joy and fulfillment, you have to find the courage to break those agreements that are fear-based and claim your personal power. The agreements that come from fear require us to expend a lot of energy, but the agreements that come from love help us to conserve energy and even gain extra energy. Each of us is born with a certain amount of personal power that we rebuild every day after we rest. Unfortunately, we spend all our personal power first to create all these agreements and then to keep these agreements. Our personal power is dissipated by all the agreements we have. Jy weet waarvan jy soek. Jy weet waarvan jy soek. Sy sê nie. Jy praat jy van haar nie. Jy praat met jy van haar nie, man. Maar hoekom praat jy van haar? Ons praat met jy van haar nie, maar hoekom? Hoekom praat jy van haar, maar hoekom praat jy van haar? Hoekom praat jy van haar? Hoekom praat jy van haar? Jack, moet nie, stop visie, Jack! Hoekom praat jy van haar? Sy is hier. Sy is hier. Ek weet sy is hier. Nee, Jack. Sy is hier. Hoekom praat jy van haar? Wat is nie in die groot wêreld al buite, skat?
Baba? Ik wil hê jy moet die vloer was. Okay. Weet jy hoe voel het om niks te weet, ja? Soms is dit mos beter om niks te weet. Ek het jou opinie gevra nie. Was die vloer? Voel het om na 'n boek te kyk, hè? En nie die woorde te verstaan nie. Om absoluut niks te weet nie. Gaat bij de rivier begaan. Nee, moet je zo praten, Jack. Nee, ze gaat mij zien. We zijn fijn, we zijn fijn. We zijn fijn, we zijn fijn. Nee, maar zijn we kunnen zijn. Zijn we rijden, we zijn. Blijf bij mij. Nee, maar zijn we kunnen. Blijf bij mij. Blijf bij mij. Als hij vastgedrukt hier. Hoeveel is het? Dit is recht. Nee, ik wil. Weet hoeveel het kost? Hij was goed. Ma? Ik heb die poppie samengevat om jou te herinneren. Ma? Ons het nie geweet wat van jou geword het nie. Jy het net verdwyn.
Sirkus is nou verby. Wat die fok het jy gedink? Voor jy terug gaan na waar die fok jy vandaan kom, wil ek net by jou weet. As jy dieselfde keuse kon maak, so jy dieselfde besluit gemaak het. Jy nie gedink aan die kind wat in die hoek sit nie. Ek het aan die kind gedink wat by die venster uitgestaan het.